ben je allemaal coach. Maar doe je het wel goed? Ik vind het twijfelachtig. Ja, wat vindt u ervan dat zoveel mensen zichzelf een coach noemen? Kennelijk is het inderdaad nodig. De maatschappij die is zo, die gaat versneld. En er zijn heel veel mensen die het niet bij kunnen benen. Nou, ik vind het ook een beetje gevaarlijk. Want wie zegt dat ik iemand anders moet geloven die coach is? Niet iedereen heeft ook levenservaring. Ik denk buiten een goede opleiding dat levenservaring ook heel veel meetelt. Wat is dan de beste tip die u mensen meegeeft? Nou, ik denk het allerbelangrijkste is dat je als iemand je helpt, dat je iemand vindt die betrouwbaar is. Ik heb geen hulp nodig. Ik sta nu op het ogenblik op mezelf en ik help mezelf. Ja, als ik dingen moet doen, ja, dan weet ik de instantie te bereiken. Bij heel veel mensen is het nog een taboe, hè? Dat als je naar een psycholoog gaat of naar een psychiater of wat dan ook, dat je gek bent. Maar dat is helemaal niet zo. Dus ik voel op een gegeven moment dat het niet lukt en ik kon het niet alleen. Dus ik heb inderdaad wel aan de bel getrokken, via mijn werk gelukkig. Dus daar ben ik toevallig vorige maand mee gestopt. En het gaat beter. Veel beter. En wat is uw beste advies als u coach zou zijn? Het leven loopt niet altijd als dat je wil. En dan zou je zelf een draai aan moeten geven. En proberen gewoon door te gaan, zo optimistisch mogelijk te zijn. Je moet van kleins af eerlijk tegenover jezelf zijn en eerlijk tegenover je medemens. Blijf actief en blijf sporten, zou ik zeggen. Ik ga naar de trein. Tot ziens. Dank u wel.